In de gemeente Mook en Middelaar zijn er vorig jaar naar verhouding de meeste boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In de Limburgse gemeente werden 42,4 boetes per 10.000 inwoners uitgeschreven voor dit vergrijp. Ook laat Mook en Middelaar ten opzichte van de cijfers van het jaar ervoor de grootste stijging zien. Deze bedraagt 329%. Op onze redactie staat verslaggever Matthijs Semmeling met de rest van de cijfers. Als we kijken naar de absolute aantallen bekeuringen voor het rijden onder invloed in onze regio, steekt de gemeente Nijmegen er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. Hier werden in 2023 namelijk 462 boetes uitgeschreven. Maar ook omgerekend per 10.000 inwoners vallen de cijfers van Nijmegen hoog uit. Hierbij scoort Nijmegen namelijk 29,3 boetes per 10.000 inwoners, waarmee het binnen onze regio direct onder Mook en Middelaar eindigt. Wel laat Nijmegen de kleinste stijging zien, waarmee het aantal het meest stabiel blijft. Wat verder opvalt in de gepubliceerde cijfers is dat ook de gemeente Heumen een flinke stijging laat zien ten opzichte van het jaar ervoor. Met 29 boetes in deze gemeente stijgt hun aantal met maar liefst 190%. Andere gemeentes waarin dit cijfer ook fors is gestegen zijn Wijchen en Overbetuwe, met een respectievelijke 117 en 73%. De enige gemeente in onze regio die geen stijging, maar juist een daling in boetes laat zien, is de gemeente West Maas en Waal. Met 21 boetes in 2023 scoren zij een daling van 1/3 ten opzichte van 2022. Independer meldt hierbij dat de gevolgen van rijden onder invloed groot kunnen zijn. Zo kan bijvoorbeeld je autoverzekering opgezegd worden wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt omdat je alcohol op had.